Je bent het main event op Glory Rivals 3. Komt dit gevecht als een verrassing voor jou? Nee, het stond al gepland, maar nu is het wel anders. Weet je. Hij staat nu nummer 3 en ik sta nog niet in de ranking. Voor mij is het een hele mooie kans om mezelf terug op kaart te zetten. Hoe voelt het nu voor jou? Hè? Je hebt 3 keer binnen Glory gevochten. Nou ja, je hebt 3 verliespartijen achter je naam staan. Daar is wel wat over te zeggen, over die verliespartijen. Ja, zeker. In mijn laatste partij heb ik gewoon een goede levensstoot gekregen. Daar ken ik niet omheen. Ik ben gaan zitten. En ja, heb ik nu een mooie kans om mezelf weer terug op kaart te zetten. Ja, hoe zie jij die eerste 2 partijen? Want je hebt er eentje op het zwaargewicht gevochten. Volgens mij ook op short notice. Nou, daarna heb je een beetje pech. Hoe zie jij die eerste 2 partijen? De eerste 2 partijen zijn eigenlijk... Ja, de eerste partij van mij bij Glory heb ik aangenomen in 8 dagen tijd. De tweede, ja, mijn tegenstander verandert de laatste 3 dagen. Verandert mijn tegenstander, moet ik opeens tegen een reus gaan vechten. Het is moeilijk om in 3 dagen een hele nieuwe gameplan te maken voor zo'n vechter. Maar ja, nu het is gebeurd, ik heb ze verloren. En ik focus me nu op deze partij waar ik echt hard voor aan het trainen ben en waar ik zeker voor ga knallen.